Meneer de burgemeester, ja, de maanden van de waarheid breken aan in Temse hier. Het is inderdaad zo, KSV Temse heeft een wonderjaar 2015 achter de rug. Met een derde plaats in derde nationale is nog nooit gebeurd. Een kampioenentitel bij de belofte en tal van andere prestaties te veel om hier op te noemen. 2016 is het natuurlijke verlengstuk van 2015 en we staan nu inderdaad voor het uur van de waarheid op een kruispunt der wegen. En ik durf hopen dat KSV opnieuw het ritme kan te pakken krijgen van de herfstmaanden en dat de vijfde plaats die zij op dit ogenblik deelt, dat die vervangen wordt door een plaats in de top 3. En dat zou fantastisch zijn. Ik zou zeggen, zij hebben daarvoor alle kwaliteiten. Maar het is natuurlijk duidelijk dat het een zeer moeilijke reeks is. Al die ploegen zijn eigenlijk aan elkaar gewaagd. Je kunt geen enkele zekerheid geven in een uitslag vooraf. Maar wij hopen toch dat het lukt om binnen de eerste 3 te eindigen. Ik denk dat de club er wel klaar voor is om de stap hoger te zetten. Is het gemeentebestuur dat ook dan? Wij moeten alles bekijken met de wijsheid en de bekommernis van de goede huisvader. En als ik zeg de top 3, dan is dat niet de top 2 natuurlijk. Maar het is des te meer een beloning en een bekroning voor de fantastische inspanningen die hier worden geleverd door eigenlijk iedereen. En de trainer en de spelers spelen natuurlijk een hoofdrol. Maar ik houd er toch aan voor ook de voorzitter en het bestuur zeer nadrukkelijk te feliciteren. Want het is eigenlijk een indrukwekkende opgave om een organisatie zoals KSV Temse in stand te houden en op dat niveau. Ik zou willen eindigen met als volgt. KSV, waar Temse trots op is, wij duimen voor hen.